Zeg maar wanneer ik kan beginnen. Ja, nu. Yeah. Ik sta in Vlaardingen. En ik ben bij Orgel Joker. Joke, hoe gaat het met u? Ja, het gaat heel goed met mij. Ja, best heel druk op het moment, maar ja, wel heel leuk. Maar mijn zoon die probeert wel te regelen dat ik ja, toch wel rustposes tussendoor heb. Want ik ben 73, hè? Kan niet meer elke dag knallen. Nou, dat zou je absoluut niet zeggen natuurlijk. Het is nogal uit de hand gelopen, hè, de laatste tijd. Ja, door de Zwarte Cross. Eerst wilde ik geen festivals doen, dat heb ik een tijdje tegengehouden. Maar toen zei mijn zoon, maar je moet het toch doen. En de Zwarte Cross is gewoon hartstikke leuk. En dat had hij gehoord van Theo. En die zei, daar kun je moeder best naartoe sturen. En het was een warm bad. Ze waren zo leuk. Bij het laatste lied had mijn zoon er een eindbeat achter gemaakt. Ja. En dan zei hij tegen mijn ma, dan moet je gaan staan. Ik zei, ja, maar dat kan ik toch niet doen. Maar het ging vanzelf, want ze deden allemaal zo leuk mee. Dus ja, het was helemaal te gek. Joke, hoe is dit nou eigenlijk allemaal begonnen dat u zo'n enorm internetfenomeen bent geworden? Ja, door mijn zoon Jeffrey Meijer, die belde mij na het overlijden van mijn man. En toen de lockdown gekomen was, van ma, doe je heel de dag? Ik zei, ja, een beetje boekje lezen, vervelen. Hij zegt, waarvoor speel je niet? Stuur eens wat naar me toe. Deed ik wel eens meer, dan zette hij dat op zijn Facebook-account, vond hij leuk. Maar uiteindelijk had hij een Orgel Joker-account aangemaakt. Ja. Hand in hand, kameraden. En dat is iets wat ik niet wist. En toen belde, heb je gezien dat je al 10.000 volgers hebt na een dag. En ik zeg, waar dan? Ja, op Instagram. Ja, die had ik natuurlijk helemaal niet. Nee. En inmiddels heb ik Instagram, Facebook, TikTok. DJ Junior, ja. Die had mij er ook bij hem opgezet. En toen had hij opeens heel veel volgers die naar mij keken. En zo is het eigenlijk ontstaan. En Mental Tio. Ja. Dus door die twee werd het opeens een hype en had ik 40.000 volgers. Ja. En toen was het teruggelopen eigenlijk het laatste jaar naar 36,5 zo'n beetje. Belachelijk. En nu zit ik weer aan de 40.200. Dus ja, het is aan de Zwarte Cross weer gestegen. Ja. Nou, mag ik u ook een tip geven als mede-influencer? Ja? Niet let op die cijfers hoor. Gewoon, dat moet leuk zijn, dat is het belangrijkste. Ik doe het ook voor het leuk. Ja. Was het spannend om te spelen op de Zwarte Cross? Ja, ik vond het super spannend. Van tevoren was ik best heel erg nerveus. Want ik had het nog nooit gedaan voor zo'n groot publiek. En het was ook ongeveer 3/4 jaar geleden dat ik echt live had opgetreden. En hier thuis kan je een foutje maken, ja. Dan maakt het niet uit. Maar bij het eerste lied had ik echt trillende vingers. Maar toen gingen ze eigenlijk bij het tweede lied, bij het toppertje, gingen ze volop hossen, ja. En polonaise lopen. En er kwamen er steeds meer. Ja, echt, toen viel alles van me af. En toen werd ik gewoon rustig. Dankjewel. Ik hoop dat u nog heel lang zo heel vrolijk door blijft gaan, er blij van wordt en mensen blij maakt met uw muziek. En bedankt voor uw tijd. Dankjewel. Ik vond het superleuk dat jullie hier waren. En jullie bedankt voor je tijd. Jij bent de zon. Jij bent de zon. Yeah. Woe. Yeah. Oké.